gestelde besluit. Per 12 januari 2016 te benoemen als wethouder van de gemeente Almelo de heer A.L. Langius, geboren 4 juli 1959 en wonende te Assen. Ik geef dit deel van het besluit vrij voor stemming. Geheim. Voorstel is aangenomen met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Dank u zeer. Dames en heren, dat betekent dat u het besluit heeft genomen om de heer Langius te benoemen en te installeren als wethouder van de gemeente Almelo. En ik nodig de heer Langius uit om in ons midden de eed af te leggen. Dank u zeer. Fijn dat u bent gaan staan voor zover dat mogelijk is. Meneer Langius, de raad heeft net een positief besluit genomen op uw benoeming. Dus we kunnen u gaan installeren en u heeft aangegeven dat u graag de eed aflegt. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog meer, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog meer, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel, meneer Langius. Proficiat en heel veel succes. En over een week kan ik mij kwalificeren voor de Olympische Spelen. En daar wil ik natuurlijk heen. En afgelopen maand heb ik in Mexico een bronzen medaille gehaald. Maar ook tevens een ticket naar Rio verloren. Dus het was een verschrikkelijke wedstrijd om over terug te praten. Dus dat gaan we niet doen. Moet vooruitblikken. En dat moeten jullie ook als CDA. Ik zal volgende week op de mat in Istanbul verschijnen en daar hoop ik mijn ticket veilig te stellen. Lesbio Oging, ik wil graag twee dingen weten. Wat is er voor nodig dat je naar Rio gaat? Ja, alles is er voor nodig. Moet veel verlaten en hard trainen. Eigenlijk alles opofferen, dus je leven moet aangepast worden. Onderwijs, je financiële situatie, alles. Maar ik bedoel, je moet je nog kwalificeren. Ja, ik moet me inderdaad nog kwalificeren. En dat kan ik volgende week doen op het Europees kwalificatiesnooi in Turkije. Goed, ik wens je alvast heel veel succes. Maar ik zie op je shirt iets staan, Jeugdsportfonds. En kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben ambassadeur voor het Jeugdsportfonds Almelo. En ik doe dat omdat ik vind dat kinderen die... het wat minder hebben als dat ik heb gehad vroeger, vind ik dat hun ook zo'n droom als dat ik heb, naar de Olympische Spelen gaan. Die droom moeten hun ook kunnen najagen. En als hun dat kunnen behalen door ook een sport te gaan beoefenen die zij leuk vinden, dat is alleen maar om toe te juichen. Monique Chabot, dit is een beetje een heugelijk weerzien met Almelo, hè? Want... Ja, dus inderdaad, ja. Want 52 jaar geleden waren wij hier ook. En toen werd het boertje voor het eerst onthuld eigenlijk door mevrouw Veemeijer. Ik geloof dat dat een directielid van V&D was, want daar stond het toen ook. Op het plein voor V&D, als ik het me nog goed herinner tenminste. Het werd geschonken door V&D? Oh, het werd geschonken door V&D, ja. En toen is het helaas gestolen? Ja. Dat is, geloof ik, in 2012 of iets. Zoiets, ja. Wanneer is het weer terug en waarom mag u hier dit onthullen?
Ja, ik ben eigenlijk het nichtje van Henk, waar hij dol op was. Mijn vader was ook kunstschilder en de 13 jaar jongere broer van Henk. En zij werkten dus heel erg samen. Ze hadden samen aanvankelijk een atelier en mijn vader werd gestimuleerd door oom Henk om naar de academie te gaan. Dus die hadden een heel sterke band binnen het gezin. Oom Henk had geen kinderen en mijn vader werd pas vader van mij op 40-jarige leeftijd. Dus dat was voor Henk en zijn vrouw To ook een heel bijzondere gebeurtenis. En eigenlijk was ik dus zijn lievelingsnichtje. Wij hebben ook overigens heel weinig familie. Dus ja, ik nam een bijzondere plaats in. Hij noemde mij altijd zijn kleine perstapie. Heel goede herinneringen aan Henk Chabot en familie. Heel, heel fijne herinneringen aan, ja. Leuk dat dat nog een keer weer voorbij komt dan, hè? Ja, dat is inderdaad. Nou, en ik ben heel trots dat het er nu weer staat. Want wij hoorden het eigenlijk, nou ja, dat is dan nu 4 jaar geleden, dat het van de straat gehaald was, dus gestolen. Ja, dat is geen onbekend fenomeen natuurlijk met bronzen beelden, maar dat vond ik wel heel erg. En we zijn dan een paar jaar geleden hier komen kijken. Toen was het op een andere plaats. Ik dacht bij een bruggetje ergens hier in de buurt. En daar stond dan een soort glazen koepeltje, ja, hokje met een foto van het beeldje. En toen was het eigenlijk nog niet direct aan de orde dat het weer opnieuw gegoten zou worden. Maar dat hoorden we dus eigenlijk pas. Dat het nu definitief gegoten werd. En wij hadden thuis nog de mal. Dus dat was makkelijk. Dus dat is dan opgehaald door de gieter. En nou, ze hebben het heel mooi gedaan. En ik ben er heel blij en tevreden mee. Het is leuk dat het er nu weer staat natuurlijk. Dank u wel. Oh, voorzichtig. Oei, keurig. Ja. Hij is al echt overgevallen. Nou, de achtergrond is het geroezemoes van mensen die lekker eten, van een streekproductenlunch. En vandaag zijn 10 streekproducenten gecertificeerd, althans hun product. En dat wil zeggen kazen, hammen, worst, wijn, bier. 10 producenten bij elkaar en dat is uniek voor Twente. Wij zijn een landelijke keurmerkorganisatie en nou, die zijn eigenlijk een beetje nieuws nu. Want de autoriteit Consumentenmarkt heeft gezegd dat consumenten het streekproduct eigenlijk niet meer vertrouwen. Maar wij zijn een landelijke keurmerkorganisatie die producenten toetst op hun streekeigenheid. Dus het product moet uit de streek komen, verbouwd in de streek, bereid in de streek, verwerkt in de streek. En het liefst ook afgezet in de streek. Want zou je en een mooi product inleven en de omgeving hou je mooi. Omdat je ook gewoon daar teelt en verbouwt en dat de beesten eventueel daar lopen. Ja, zeker Twente heeft zoveel moois. En de gemeente Almelo heeft gezegd, daar doen we graag aan mee. We hebben de stadslandbouwagenda ondertekend. Dat is een landelijk initiatief vanuit gemeentes om te zorgen dat de streek ook mooi blijft en vitaal. Dus niet alleen maar monocultuur aanplanten, maar ook weer vlas bijvoorbeeld, gerst, spelt. Dat is ook bijzondere graansoorten. Dat is een project dat ondersteunen wij ook. Dat heet Aquaponics. Daar wordt samen met het AOC wordt er samengewerkt voor de voedselbank om sla te telen in een bassin waar vissen zwemmen. En dan kun je en de vissen eten en de sla eten. Soort, ja, het werkt dubbelop, het is een soort gesloten kringloop. Ja, de vissen eten, de planten worden gevoed door de uitwerpers van de vissen. Dus eigenlijk een gesloten cultuur. Nou, het is niet echt een streekproduct, maar wel een mooi initiatief wat ook in Almelo ontstaan is. Nou, één afnemer, vervente afnemer is de chef-kok. René van het Theaterhotel Almelo en Doc 19 onder andere. Soleren. En die neemt al heel veel streekproducten af. En die is ook gewoon een fanatieke ambassadeur, een voorvechter, een pleitbezorger voor het gebruik van streekproducten. En dat het kan, blijkt wel, want het is een florerend restaurant. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, distributie is altijd een punt bij kleinschalige productie. Dus je moet altijd wel een bepaald volume hebben om kostendekkend of winstgevend je producten kunnen verkopen. Dus hoe meer mensen het afnemen, ja, des te beter die productie kan zijn. Ja, we kopen natuurlijk gewoon nog steeds de kiloknaller en de plofkip, dat doen we ook. Steeds minder, maar we kopen ook steeds meer leuke dingen om in het weekend te koken. En daar, juist zijn die streekproducten daar gewoon een heel erg mooi juweeltje voor in de keuken. Dus je hebt smaken, je weet waar het vandaan komt en dat maakt het veel mooier. Ja, kwaliteit verveelt nooit, dus als je eenmaal een boerenkaas geproefd hebt, die eigenlijk net zo duur is als de kaas uit de supermarkt, dan ga je nooit naar de supermarkt.
Ja, ik kom uit Enschede en ik ben een jaar, ik heb 8 jaar lang in de gemeenteraad van Enschede gezeten, ja, voor de Partij van de Arbeid. U was fractievoorzitter? Ja, de laatste periode was ik fractievoorzitter. Ja. Ja. Kan u eens vertellen wat u vindt van de politiek hier in Almelo? Ja, wat ik daarvan meekrijg, we hebben altijd een goede relatie gehad met de politiek in Almelo. En waar Enschede en Almelo elkaar vaak in kunnen vinden is ook in de samenwerking in Twente, die ik gewoon heel erg belangrijk vind. Enschede, Almelo, Hengelo, alle andere gemeentes eigenlijk bij te klein om nog alleen zeg maar, massa te kunnen maken. En Enschede en Almelo konden elkaar daar goed in vinden. Twente is natuurlijk met 600.000 inwoners, dan zou het een, als het een stad zou zijn, dan had je een stad van betekenis. En nou, we hebben vandaag geconstateerd dat een belangrijke krant, de Roskam van Twente, ophoudt te bestaan. En de hoofdredacteur daarvan, Han Papen, heeft ook altijd echt gestreden ook voor de Vrije Republiek Twente, hè, zoals hij dat dan noemde. Juist om ook die samenwerking, die ontzettend belangrijk is, ook voor de economie van Twente, ja, om daar veel meer inhoud aan te geven. Dus dat vind ik, ook als politicus heb ik altijd geprobeerd om die samenwerking in Twente ook echt vorm te geven. Ja, nu noemt u de Roskam, maar Han Papen was natuurlijk ook wel de luis in de pels, hè? Ja, kijk, je hebt altijd, als je een krant hebt in een regio, is het heel goed dat er nog een andere krant is om het tegenwicht te bieden. Hij is er ook mee begonnen toen de Twentse Courant en Toubantia samengingen als één krant. En hij zei, daar ga ik niet bij, ik begin een eigen krant en ik wil ook ander geluid laten horen. En dat vind ik heel goed dat dat zo is. Nou, je ziet ook wel dat heel veel de pers gecentraliseerd wordt en dat er steeds minder aandacht is ook voor regionale pers. En ja, dat vind ik wel eens jammer. Ja. Dus ik zie wel dat er samenwerkingen gebeurt. Hè. Ik bedoel, ook lokale omroepen zie je ook in Enschede althans ook samengaan in de redactie met de stadsredactie van Toubantia. En ik denk dat dat ook een goede ontwikkeling is. Ja. Wat mij opvalt in Almelo is, en dat was ook de vorige periode al, dat er ontzettend veel politieke partijen zijn. En ik weet niet hoeveel op dit moment er in Almelo in de gemeenteraad zijn. Ik geloof 14 of 15 of zo. Hè. En ik denk niet dat er in Almelo 15 fundamenteel verschillende meningen zijn over hoe je Almelo verder moet inrichten. En ik denk wel dat het ten koste gaat van de politieke slagvaardigheid. Als je met zoveel partijen zijn die allemaal wat moeten zeggen, die allemaal een ondersteuning hebben, die allemaal het woord willen voeren. En dat vind ik wel jammer. Dat zie je in andere gemeentes ook. Hè. Mensen zijn steeds meer geneigd om zich af te splitsen, zelf door te gaan, hun eigen mening te laten horen. Het zijn vaak one-issue partijen of ergens niet mee eens. En dat vind ik wel jammer. Jullie zijn verkozen tot de leukste ondernemer van de gemeente Almelo, niet alleen, maar ook van Overijssel. Leg eens uit, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, sowieso als Art Collective zijnde, we zijn heel druk bezig om naast het commerciële oogpunt ook een maatschappelijk oogpunt gewoon te bereiken. En we zijn ooit begonnen met Art Collective, althans de eigenaar Patrick en Pees, begonnen in Amsterdam. Goedlopende zaak op de Albert Kuip. En op een gegeven moment dacht hij, Almelo, ik kom uit Almelo, ik heb jaren in Almelo gewoond, waarom zal ik het niet in Almelo proberen? Wat doen jullie eigenlijk, want Art Collective, dat is een naam waar breed veel onder valt. Nou, Art Collective zelf is wel grappig, het heeft een dubbele functie, de naam. Allereerst natuurlijk Art Collective als kunstcollectief. Nou, de afkorting zelf staat officieel voor Amsterdams en Almelo's recreatiecollectief. Naast het tatoeëren bieden we ook begeleiding aan ondernemers. En dan moet je denken aan concepting, creative concepting, campagnes. Dus reclame, websites voor een deel. Maar naast Art Collective als grote naam hebben we ook een vereniging zo gestart. Art Collective Family. En vanuit Art Collective Family zijn we heel druk bezig om Almelo beter op de kaart te zetten. En dat door middel van goede begeleiding van ondernemers, hulp bij werkgelegenheid, maar ook gewoon een plek waar mensen hun hart kunnen luchten. Kijk, naast het tatoeëren, dat is hartstikke leuk, hebben we natuurlijk ook gewoon het maatschappelijke punt wat we erg vertegenwoordigen. Dus je hart luchten, een gezellig kopje koffie drinken. Maar ook de samenwerkingen vinden we heel belangrijk, zijn we ook heel druk mee. Om mensen aan elkaar te koppelen, niet zozeer alleen aan ons, maar ook gewoon aan elkaar. Als we twee klanten hebben die elkaar kunnen helpen of verder kunnen helpen, dan zijn we daar altijd, staan we daar altijd open om dat te bevorderen. Ja. Dat iedereen die hier werkt, en we werken bij Art Collective Nederland op dit moment dan met zo'n 20 mensen, iedereen werkt eigenlijk voor zichzelf. Iedereen is een eigen ZZP of een eigen pion, wat samen Art Collective maakt. En dat is ook wel de kracht, omdat iedereen zijn eigen kwaliteit en passies heeft en dat vult elkaar gewoon heel goed aan. We zijn ook nauw betrokken bij muziek binnen Almelo en proberen ook gewoon jonge artiesten de kans te geven om zichzelf verder te profileren en ook te promoten. Dat promotiegedeelte nemen wij
vanuit het kopje concepting en campagne dan op ons. Maar ook het netwerk en de begeleiding van die artiesten. Want heel veel artiesten zijn jong, hebben een droom. Maar die begrijpen niet zo goed hoe het eraan toe kan gaan in de grote mensenwereld, om het zo te noemen. Ja, die mensen begeleiden we, bieden we rust, maar bieden we ook gewoon kansen en vooruitzichten. Toen hebben we de keuze gemaakt om nul subsidie aan te vragen. Voor geen enkel project vragen we subsidie aan. Daarvoor in ruil hebben we afgesproken dat als we ideeën hebben, dat de vergunningen standaard worden verleend aan ons. Oude heer. En zeer gewis, u kent ons wel. Als Thomas Paar en Pieter Nel. Het oude jaar, dat zit erop. En wat het bracht, een zere kop. O ja, wat bracht jou zo aan het kwellen? Moest jij inderdaad de fractie stellen? Zeg, jij hebt toch geen fobie van die partij D33? Ach ja, die democraten, zo gerespecteerd, hebben zichzelf nu gehalveerd. Vroeger wist men het zo in te kleden, dat de kiezers dat tenminste deden. Het kostte Claudio zijn baan. Ik zag hem net nog buiten staan. Zijn loopbaan was van korte duur. En voor hem is dat dus extra zuur. Ja, politiek, dat is een hard bedrijf. Geen garantie voor een lang verblijf. Zo'n zetel heb je vaak maar even. Hoewel sommigen er wel aan vastkleven. Ja, die zijn niet op het plus beland, maar die zitten op het klittenband. Ook Jan van Marle, snel vertrokken, zit nu weer achter moeders rokken. Niet vanwege slecht beleid, maar een kleine slordigheid. Ja, hij vertrouwde vele jaren op zijn leger ambtenaren. Maar toen dat misging, veel tumult. En dus zei Jan, geef mij de schuld. Toch is het zonde van zo'n knappe vent. Hij lette tot op de laatste cent. Precies. Maar hoeveel wij ook moesten storten, het ging altijd en overal over tekorten. Ach ja, zo rommelt het terdege in het Almeloos College. Jon gaat weg, zoals ik al las. En Gerald de Haan is aan het gas. Maar Aleid Langius komt ons versterken. Maar niemand om hem in te werken. Kom, kom, niet zo somber, lieve meid. Geef die man een beetje tijd. Alles komt wel tot bedaren. Want die man is heel ervaren. Vooruit dan. Alex is de corrivee. En hij heeft zijn voornaam mee. Het jaar, dat merkt u wel meteen. We gaan er kris en kras doorheen. Eén ding wil ik nog over Claudio kwijt. Want hij stond wel voor een binnenstad met kwaliteit. Hij zag het centrum alweer stralen. Met die mooie nieuwe lantaarnpalen. En overal van die nieuwe afvalbakken. En banken waar je in kon zakken. Ik voelde me daar net als bij de gynaecoloog. Wel naar beneden, maar nooit meer omhoog. Ik wil, nu hij weg is, niet op hem fitten. Maar die banken, die ben veel te laag. Daar kun je allemaal niet op zitten. Wacht eens. Ik hoor je dat woord bank nu noemen. Ja, en weet je wie ik ook zou willen roemen? Herman Hazewinkel vanzelfsprekend. Want wat die man doet, dat is baanbrekend. Hij maakt de bank van Ledeboer tot een oord van verf en voer. Nou, maar dat klinkt wel erg obscuur. Het wordt een tempel van cultuur. Oh, goed. Als jij dat zo bepaalt. Ik vind alles best, zolang hij betaalt. Ja, betalen, daar wil ik ook nog over praten. Want waar moet ik straks mijn auto laten? Wanneer is het vrij, wanneer is het betalen? Zelfs Irene is aan het dwalen. De ene keer heeft ze zo'n haast,
Maar dan zit ze er weer helemaal naast. En nu is er weer al de tijd voor een nieuw parkeerbeleid. Nou, Pieternel, ik geef je één voorspelling. Dat parkeren wordt een grote kwelling. Staat je, je auto eenmaal buiten, kan je naar je centen fluiten. Nou, dat lijkt me dan wel wat. Want dan wordt Almelo toch nog evenementenstad. Wat is Tencel dan toch alert? Almelo, één fluitconcert. Ik zei, u merkt het wel meteen, we gaan er kris en kras doorheen. Het politiek landschap werd één grote brei. Elke kiezer kreeg zijn eigen partij. En die klonterden dan weer gauw bij elkaar. En plots was verschil geen enkel bezwaar. En wat blijkt nu? Nou, wat hen zo bindt, dat is dat iedereen er iets anders van vindt. Ja, en of dat ergens goed voor is? Nou, ze wonnen wel de eindejaarsquiz. Maar in plaats van samenvoegen ging D66 in twee ploegen. Alsof de kippen om een eerdere kerstmis vroegen. Zo werd het landschap steeds maar wijder. Straks is elk raadslid ook nog fractieleider. Ja, dat nieuwe stadhuis, heel magnifiek, vraagt kennelijk om nieuwe politiek. En het heeft een mooi bordes voor de huldiging van Heracles. Ja, ja, want die voetbalclub van ons gaf vorig jaar een diepe frons. Maar wat ze tegenwoordig doen, die worden straks nog kampioen. Nou, dat zou wel heel wat centen schelen als ze Europees gaan spelen. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat we het stadion weer uit gaan breiden. Jan Smit moet daar toch niet aan denken. Kan die weer geen biertje schenken? Ja, dat was een kleine flater. Die opening met al dat water. Voldoende kaas, voldoende worst. Maar zonder bier ook heel veel dorst. Maar toch, hij doet het goed, Jan. Het is een echte voetbalzakenman. En een naam voor het nieuwe stadion zou ik wel weten. Voor mij mag het de Smederij gaan heten. Het oude jaar, dat weet nu iedereen, we gaan er kris en kras doorheen. Ondanks alle nieuwbouw mag ik hopen dat we dat oude stadhuis nou snel gaan slopen. Maar Thomas Ver, dat is van oud. Nou, lieve kind, dat laat mij koud. Alles heeft een tijdlimiet en wat nu rest is dynamiet. Want zelfs ouds eigen erfgenamen zijn zich voor dat ding gaan schamen. Nou, ik heb misschien een leuker idee. Oh ja? Nou, voor de draad ermee. Kijk, we stoppen heel veel centen in die goochelprominenten. Laat Magica die klus maar klaren en ons heel veel werk besparen. Die spreken dan een toverwoord en het stadhuis is in de grond geboord. Ja, ja, dat is dan zeer bepaald een ton subsidie die zich terugbetaalt. Ook heb ik een groot vertrouwen dat we de rechtbank mogen behouden. Ja, dat heeft Ivo uiteindelijk zelf beloofd. En die was niet voor niets justitiehoofd. Niet dat de hoop vervlogen is, maar recht is iets dat krom is en dat verbogen is. Iets anders doet me veel plezier. De Belastingdienst blijft nog een jaartje of vier. Het geld dat eerst mijn zak uitvloog, houdt nu tenminste in het oog. Iedereen merkt het meteen. We gaan er kris en kras doorheen. Weer iets anders. En dit raakte ons werkelijk allen. Hans Kobus en Hanneke Krol zijn ons ontvallen. Ze zijn onze dank en waardering zeer waard, maar hebben zich nu bij de historie geschaard. Want, ja, per slot, weet wel iedereen, ook dit soort dingen kun je niet omheen. Verder willen we nu wat aandacht besteden
aan al die mensen die hier een functie bekleden? Het bestuur dat voor het programma moet zorgen en daar ook de kwaliteit van moet borgen. Nou, wat ze deden, dat wilde wel aanslaan. Dus ik zeg, lui, vooral zo doorgaan. Dat zeg ik ook tot Harry Koop in de Biep. Ik heb die man nog nooit betrapt dat hij sliep. Je kunt er bij hem en zijn mensen van op aan dat je correct, historisch, te woord wordt gestaan. Wij vinden dat meer dan geweldig en knap. En daarom klinkt voor jullie allemaal het volgende geklap. We blikten ook nog even over de grens. Daar is het moeilijk voor menig mens. Je ziet ze dan ook met hordes en drommen met velen tegelijk de grens overkomen. We wisten een landelijk voorbeeld te geven door hun kinderen iets moois te laten beleven. We stuurden een Sinterklaas naar ze toe en dat was een verrassing, je weet niet half hoe. En om deze middag nooit meer te vergeten, kregen ze daarna pannenkoek te eten. Zeg Pieternel, zou dit soort eten nou baten om ze ook beter leren plat te praten? Ja, in Den Haag, daar kan men van ons leren. Bijvoorbeeld hoe je snel kunt integreren. En inderdaad, ook hier, u merkt het al meteen, we gaan er kris en kras doorheen. We komen ook nog even terug op wat Almelo beschouwt als een brug. Op een brug, daar moet je kunnen lopen. Dus in Almelo nooit open. Maar heus, het is soms echt een zegen als een brug wat kan bewegen. Je krijgt dan schepen in de stad. Nee, geen kruiser of fregat, maar een sloepje op zijn minst. Nou, dat is toch zeker winst. Ja, heus, zoiets hoort bij een echte boulevard. College, maak dat nou eens rap voor elkaar. Als je Jan Smits daar nou eens de centen voor vroeg. Na de verkoop van Tanane heeft hij geld genoeg. Het jaar, dat merkt wel iedereen, we zijn er kris en kras doorheen. En daarom groeten wij u allen. In straat- of kersttaal heet dat nou de bal. Tot slot, Pieternel en Thomas Vaar wensen u allen een gelukkig nieuwjaar.